Goedemorgen allemaal, welkom in een nieuwe vlog vrijdag. Larissa en ik die gaan zo naar Amsterdam. We hebben net de trein gemist, dus we gaan nog heel eventjes naar de Albert Heijn om even een broodje te kopen of zo, denk ik. En ja, dan hebben we vandaag twee afspraakjes in Amsterdam staan. En we gaan jullie inderdaad weer meenemen. Gezellig! We zijn aangekomen in Amsterdam. Zoals je ziet is het nogal slecht weer. Het is redelijk droog, dat nog wel net. En we gaan nu eventjes langs een persbureau en daar mogen we als het goed is wat leuke dingetjes uitzoeken. Dus ik ben benieuwd wat ze hebben liggen. En als we iets leuks hebben gevonden, dan gaan we het jullie uiteraard nog laten zien. Ja, dus dat. En ook hier is de stad weer een beetje kerstig verlicht. Nou, je ziet er hier eigenlijk nog niet zo heel veel, maar de stad is wel weer lekker vrolijk, ondanks het grijze weer. Zoals je ziet schijnt de zon super fel, dus sorry dat ik echt ontzettend moeilijk kijk. We zijn weer terug, we hebben wat toffe spulletjes echt uitgezocht. Heel veel leuke dingen. Hele mooie dingetjes en ja, die zullen we later wel een keertje laten zien. We gaan nu verder naar onze volgende afspraak. Die is gelukkig een paar minuutjes lopen. Om de buurt, ja, om de hoek, super chill dat we het gewoon allemaal kunnen lopen. Het is droog, ik zie blauwe lucht. We are... Oep, oep. Ik struikel. We are happy! Lekker blauw luchtje. Kijk, ik zie hier een lens flare. Oh my god. Daar. Nice. We zijn aangekomen op het event. We hebben een lekker fruitzakje. En we gaan even kijken naar nieuwe producten die in het nieuwe jaar op de markt komen. Dus we zijn benieuwd. Hier staan al wat dingetjes. Kleine stinkpie. Ik dacht, ik kom ook nog eventjes wat zeggen. Dus we zijn momenteel nog steeds op het event. Tara is nu momenteel haar nagels aan het lakken door een lezeres van ons. Dat is ook echt super leuk. Dus dat was helemaal verrassend dat we hier waren vandaag. Mijn haar ziet er echt vreselijk uit trouwens. Ik ga denk ik zo meteen ook nog eventjes mijn nagels laten lakken als het nog kan qua tijd. Lijkt me heel erg leuk, want ik heb al heel lang gewoon niks voor nagels liggen. En Essie is wel een van mijn favoriete merken, dus dat is heel erg fijn. En Diana is hier trouwens ook van D's for Dads, dus dat is heel erg gezellig om elkaar te zien. We komen weer terug van het event. Larissa heeft zich laten opmaken, zoals je ziet. Helemaal fabulous. Mijn wenkbrauwtjes lekker strak. Lekker rode lippen. We hebben nog wat goodies meegekregen. Oh, we zijn echt helemaal zwaar bepakt en verwend. Met allemaal mooie spulletjes. En nu gaan we een hapje eten, want we hebben eigenlijk nog alleen maar ontbeten vanochtend. En we hebben zin in Wagamama. Ik weet dat ze daar de steamed bun hebben. Dus oh ja. Ik denk dat ik die ga bestellen, maar dat zien we straks allemaal wel. Oh, de Wagamama die zit dus ook op Centraal. Dus daar gaan we nu heen en zijn we gewoon al lekker dicht bij de trein. Ik zie kerstbomen. Christmassy. Als je niet zo vaak op Amsterdam Centraal komt, dan ken je het misschien nog niet. Maar we lopen nu richting het nieuwe gedeelte. En hier zijn allemaal ja, lekkere eetentjes en winkeltjes. Ziet er echt vet mooi uit. Moet je kijken. Hier heb ik mijn jas gekocht, jongens. Dit ziet er wel echt fancy uit. Kan je drankjes drinken volgens mij? En een kinkel. Victoria's Secret. Wat? Daar zit de lekkere Wagamama. Yes, daar is die Wagamama. Lekker. We hebben plaatsgenomen aan het raam. Hey, gezellig. Ik heb zo'n honger. Trek. Honger. Je ziet er wel echt mooi uit, moet ik zeggen. Sarah zei dat ik er heel erg wit uitzie, dat ik een soort van sneeuwwitje ben, maar ik denk dat dat extra komt door die lipkleur. Maar in tegenstelling tot mijn twee andere sisters ben ik niet de afgelopen tijd lekker naar de warmte geweest. Dus vandaar. Ja. Nu gaan we lekker wat kiezen om te eten. Yummy, yummy, yummy. Je ziet het straks wel verschijnen. Nou, praat al een beetje in zichzelf. Het eten is namelijk gearriveerd. Het ruikt echt goddelijk. Ik heb een bouillon met allemaal zeevruchten en kokosmelk. Dus ik heb garnalen en een zalm. Ik vind deze schepklits, deze lepel al gewoon geweldig. Ja, leuk hè? Kijk, super. Ja, sorry. Ik heb
super zin in. Ik heb ook nog een steamed bun besteld. Oh ja, het komt een beetje veel, maar ik had er zoveel zin in. Ik hou van die zachte broodjes. Ja. En ik heb een curry waarvan ik heel even de naam niet meer uit mijn hoofd weet. Super lekker. Het ruikt echt gewoon echt heerlijk. Is dit koriander? Koriander en er zit kokos in. Kip, pultjes. En paprika. Nom 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 nom. Zo goed. Eet smaak onder. Jam 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 jam. Oh, wacht even. Zal ik nog wel even mijn steamed bun laten? Oh ja, oké. Okay. De steamed bun has arrived. Het is dus een beetje, het lijkt een beetje op een wapau broodje, maar dan is die lekker zacht. Met Korean barbecue bij en uien en koriander en mayo en... Echt heel erg lekker. So good. Het is weer tijd om naar huis te gaan. Waar onze wegen gaan scheiden. Ik ga naar Utrecht, Larissa gaat naar Hilversum. Dus dit is afscheid. Oh, maar ik zie je morgen weer. Dus dit is weer. Waar is de trein? Oh, hij is daar. Ik ben inmiddels weer thuis. Ik ben even lekker nasi goreng aan het eten. En ik heb Shippy ook nog niet laten zien. Dus hier ligt die rakker. Hallo. Oh, je wist dat er gefilmd werd, dus je gaat je nu verstoppen. Purr. Hallo. Not amused. De nasi goreng was weer heerlijk. En ik ben heel eventjes naar boven gegaan om mijn spullen weg te brengen. En ik heb hier echt een lekkere grote tas die ik nog, die we van het PR-bureau hebben meegekregen. Er zitten leuke spulletjes in van onder andere Primark. En ik dacht, het is misschien wel leuk om het te laten zien wat ze nou hebben uitgekozen. Even kijken of ik mijn camera kan neerzetten. Zoals je ziet ben ik heel even op mijn bed gaan zitten. Dit is een kussentje in de vorm van een ster. Die heeft Larissa uitgekozen. Hij is lekker metallic en zilver. Dus daar houdt ze van. En ik vind hem echt super tof. Ik heb eigenlijk geen idee van... Ja, deze is van Primark. Ja, super leuk. Dan heb ik hier nog een super leuk blouseje. Dat staat in Amisu. Dus ik... Ik weet niet zo goed. En het is een witte blouse. Met hier zo'n patroontje. En dan twee van die touwtjes daar. En hij deed me gewoon heel erg denken aan een shirtje die de fashionblogger Sincerely Jules laatst aan had. Dat zag ik. Ik zag er foto's voorbij komen op haar Instagram. Toen dacht ik, oh super vet. Dat lijkt een beetje op wat zij draagt. Dus dan vind ik het ook wel leuk om te hebben. Dus die staat wel erg leuk. En kan ik zeker nog in de winter. En dan heb ik hier een hele mooie kol. Ik vind deze kleur echt heel erg mooi. Deze is van Primark. En dit is eigenlijk... Oké, zo ziet het er net een beetje uit als een flabber. Maar het is echt een hele strakke rib kooltrui. In een beetje een... Ja, niet echt camel kleur. Een wat donkerdere kleur. En ja, het staat gewoon best wel chic. Ik vind hem heel erg leuk. Dit is echt een super vette tas. Deze is van Primark. En hij is van echt leer. Of ja, suède. Het is een rugzak en hij heeft hier zo'n super tof detail. Yes, en een beetje fringe. En ja, fringe hoeft echt niet alleen voor in de zomer te zijn. Kan ook echt zeker in het najaar. Ik vind hem heel erg cool. Hier nog een blouseje, is ook van Primark. Met van die stipjes erop. Super tof vind ik dat. Staat echt heel erg schattig. Deze is van Laris. Nog iets van Laris. Hele leuke joggingbroek. Even kijken. Dit is een sweater dress. En de bovenkant ziet er echt uit als een crewneck. Super cool vind ik dat. Ik denk dat Larissa dat wel heel goed kan stylen. Deze is van de New Yorker. En als laatste heb ik hier nog een hele lange grijze jas. Deze heeft Larissa ook uitgekozen. Deze is van Primark. En die komt echt tot ongeveer halverwege je kuit of iets erboven. Hij kan volgens mij, nou ja, kan niet dicht. Dus waarschijnlijk kan ze een riempje omheen dragen. Of gewoon open dragen op de dagen dat het niet zo heel erg koud is. Dus ja, super vet. Leuke dingetjes. En ik kreeg net ook de fashionista binnen met inderdaad op de voorkant Sophie en Diana en de rest. En super vet. Hele blad staat eigenlijk vol met bloggers, YouTubers. Dus ja, als ik er doorheen blaad, dan herken ik gewoon super veel mensen. Vind ik echt leuk. En wij staan er ook in. Yay, dit is een office tour. Met wat fotootjes van ons en een verhaaltje. En ik zag ook dat Serena erin stond met een hele mooie foto. Kijken of ik die kan vinden. Ja, kijk. What? Ja, super gaaf. En zo staan er echt nog veel meer bekenden in. Dus het is altijd wel leuk om dat blad gewoon
ja, door te lezen. Deze pijl heeft trouwens Larissa aan mij gegeven. Ik weet niet zeker of ik die nou voorgekrookt heb laten zien, maar ik vind hem echt super nice. En dan nog iets anders. Ik heb deze face wash van Serena gekregen. Die had ze laatst voor mij gekocht. Deze van Neutrogena. Dan degene met grapefruits. Die vind ik super lekker. Dus dankjewel Serena. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Echt heel erg nice. Ik heb trouwens vandaag ook mijn nagels laten doen. Ze zijn nu helemaal lekker blauw en sparkly. En super mooi. Was op het event vandaag. Dus dankjewel Nadie voor het doen van mijn nagels. En super leuk. Ja, dat je ons herkende en met ons op de foto wilde. En dat we gewoon nog even een kletspraatje hadden terwijl je mijn nagels ging doen. Dus... Ik ben er echt heel erg blij mee, want ik doe echt bijna nooit met mijn nagels. En ik vind het eigenlijk wel veel mooier en verzorgder staan als ik wel wat erop heb zitten. Ik ben een beetje moe, dus ik ga zo lekker een kopje koffie zetten. Ga ik lekker voor de tv zitten. En daarom sluit ik deze vlog nu af. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En geef deze video zeker een duimpje omhoog als je het een leuke vlog vond. En dan hoop ik jullie weer te zien in de volgende video. Doei!